De beëdiging van Albert Aboikoni Tadgramang der Saramakaners, die vandaag zal plaatsvinden, vindt geen voortgang. President Bouterse heeft namelijk ingestemd met het beroep dat hieromtrent op hem is gedaan namens het traditioneel gezag van het binnenland. Traditionele gezagdragers van zowel Afro-Surinaamse als inheemse stammen zijn misnoegd over de benoeming door president Bouterse van het opperhoofd van de stam der Samaka. In een gezamenlijke verklaring vragen ze president Desi Bouterse om de benoeming van Albert Aboikoni tot stamhoofd aan te houden. De groep heeft het initiatief genomen om te bemiddelen tussen de mensen die het niet eens worden over wie het nieuwe stamhoofd wordt. De traditionele gezagsdragers willen de stam ook ertoe bewegen om volgens de geldende traditie en cultuur slechts één kandidaat voor te dragen. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is blij met de interventie van de traditionele gezagsdragers. En na afstemming met de president is besloten om voorlopig de beëdiging aan te houden. Ja, is de Gramang in spe, om het zo te zeggen, meneer Aboikoni, op de hoogte gesteld hiervan? Ja, zeer zeker. Dat was de laatste deel van de sessie. Uit respect moet dat eerst gebeuren voordat we in de media treden. En we gaan dus verder werken. De rest van het traditioneel gezag, met name de andere stammen, hebben zich ook bereid verklaard om nu als bemiddelaar op te treden, zodat zaken rustig kunnen gebeuren. En dat eigenlijk het gramanschap iets is van feestvieren, is een heugelijk feit van veel liefde, veel respect en een uiting van de traditie en cultuur. Hoofdkapitein van Matawai, Emmanuel Inse, is er voorstander van dat de verschillende groepen in vrede een besluit nemen. En we zien dat het probleem is dat boven Suriname nou een big probleem. Want alle DUSI, bedreiging, alle soorten van EPSA, alle soorten van attacken. En bakken deze verkadering van het paleis, dat we zien dat een opstand de onder passief blokken naar boven Suriname. En juist dat is ook niet. We want bemiddel in het oor dat zodanig dat we kiezen een grammaan naar een lobby naar een presidie. Bij alles man, ik heb nooit alles man zou de eens tegen je poten was man. Lok ook zowel een foto ja de ook te hebben bij ieder kwast man. Kan je want ons man nog de eens. Maar wie voor de traliba ego in een bekend fase voor een traditie. En een traditie, een kortolo, een man wakker naar een foto tapen. En dat moet konden je taken. Even moest je foto bepaal je uno, dan is het zo mooi. Een tak naar alle de partij eten. Een onderhandel naar Saramak gemeenschap eten. Voor Tjawan toch een oplossing contacten. En Ubija Nekisa Partij. Hoofdkapitein van Matawai, Emmanuel Inse, samen met andere traditionele gezagdragers zal getracht worden om een nieuwe gramang voor de Samaka uit te kiezen. De benoeming van Albert Aboikoni tot gramang is van de baan.